Hallo guys! Zoals ik gisteren al zei, deze maand is een hele mooie mogelijkheid om nieuwe series op mijn kanaal uit te proberen. En vandaag wordt het er weer zo eentje. Iets langer dan een jaar geleden zijn Mert en ik naar dit appartement verhuisd. Maar verhuizen is natuurlijk wel een heel breed begrip, want we zijn er toen wel ingetrokken. Maar het was niet alsof al mijn spullen van bij mijn ouders thuis gelijk ook hier waren. Dat duurde namelijk echt enorm lang om allemaal uit te zoeken en hierheen te verplaatsen, want ik had zoveel spullen. Ik ben al sinds 2009 blogger en als blogger en YouTuber krijg je nou eenmaal een heleboel opgestuurd. En daarbij komt ook nog eens dat ik heel erg gehaald van dingen kopen. Ik had dus echt een heleboel spullen waarvan ik niet zo goed wist wat ik er gelijk mee moest. Toen ik het allemaal bij elkaar had gezocht en verplaatst naar Amsterdam was het zoveel dat ik het bijna niet durfde om eraan te beginnen om het uit te zoeken. En dus heb ik het uitgesteld. En staat mijn berging nu vol met een heleboel dozen met allemaal spullen waarvan er waarschijnlijk een heleboel weg kunnen, maar waarvan ik ook een heleboel gewoon graag wil houden. Maar het is nu echt een hele erg rotzooi. En met deze videoreeks wil ik op een hele leuke manier eigenlijk mijn berging gaan opruimen. Omdat het allemaal in dozen zit en ik ze ga uitpakken in video's, wilde ik het noemen What's in the Box? What's in the Box? En dat is vooral grappig omdat ik zelf eigenlijk niet echt zo goed weet wat er allemaal in die dozen zit. Ik heb het niet op volgorde of op categorie ingedeeld. Ik heb echt letterlijk met mijn chaotische hoofd alles gepakt wat ik mee wilde nemen en in een doos gepleurd. Om een beetje een idee te krijgen, zal ik jullie eerst even meenemen naar mijn berging, zodat jullie kunnen zien hoe het eruit ziet. Welkom in mijn berging. Of onze berging eigenlijk. Mertse Brommer staat nu hier. Maar hierachter allemaal dozen met allemaal spullen die ik uit moet zoeken. En ik denk dat ik ook maar achterin moet beginnen. Voor deze eerste video, 1, 2, 3 dozen. Nu hopen dat het me lukt om te dragen. Oké, I know, het is erg. Maar we gaan dus beginnen met de eerste 3 dozen vandaag. 1, 2 en 3. En ik ga beginnen met deze grote, want hij is ook het zwaarst en ik kreeg hem bijna niet opgetild. Ik ga gewoon letterlijk die uitpakken wat erin zit en dan beslissen of ik het wil houden of niet. Dit is wat ik als eerste zie. Een soort van klein dienbladje. Ik moet zeggen dat ik dit wel heel schattig vind. Het is niet echt de kleur hout eigenlijk. Maar ik ga hem toch houden voor nu, want het is wel heel leuk met kaarsjes en zo erop. En misschien past het wel mooi in de slaapkamer. Oh, mijn geliefde TL-lampen. Als je al heel erg lang mijn video's kijkt, dan weet je dat ik op een gegeven moment TL-lampen heb gekocht. Deze bij de IKEA. Dat ik daar echt dolblij mee was. Dat het de beste belichting die ik ooit had gehad. Toen kende ik nog niet de werking van softboxen. En dus heb ik met deze 2 schattige TL-lampjes, die heb ik niet ergens aan vastgeschroefd, want ik wist niet hoe dat moest en ik had geen zin om mijn vader te vragen. Die legde ik dan tegen mijn raam aan, hopend dat ze niet om zouden vallen. En nog een keer mijn video's mee opnemen. Ik ga hier nu geen video's meer mee opnemen. Maar ik denk, ja, misschien is het wel handig om zelfs bijvoorbeeld in die berging te bevestigen. Dan heb ik hier echt een heel groot tasje vol met accessoires. En ook volgens mij parfum. Cute houden. Oh, hier zitten ook van die nep tatoeages tussen. Dat vind ik echt vet leuk. Ja, ik vind deze heel mooi. Ik heb deze gekocht bij ASOS. Hij is echt vet cute. Maar dit soort dingen ga ik nu niet meer dragen. Hij was echt prachtig, maar helaas. Die gaat aan de andere kant. Angel van Cherry Mugler. Dit is echt een geweldig parfum, maar niet dierproefvrij. Alles trouwens wat ik hier neerleg, dat ga ik niet weggooien of wat dan ook. Ik ga kijken gewoon of ik het aan iemand kan geven in mijn directe omgeving. Als er niemand is die het wil, dan doe ik het naar een goed doel. Voor mensen die het gewoon echt heel hard nodig hebben. Oh, kijk nou. Ik had echt een periode dat ik zoveel strikjes droeg in mijn haar. En dit is een hele grote. Die wil ik wel heel graag bewaren voor als ik een keertje een strik in mijn haar wil. De Body Mist van de Body Shop. Oh, dit is in mandarijngeur. Deze vond ik zo lekker toen. Och, vet lekker. Die bewaar ik. Nog eentje van die Body Shop, maar in White Gardenia geur. Bloemen. Ik haat bloemengeur. Oh, Alien. Hij is echt ook al voor meer dan de helft leeg. Ik heb dit parfum zo vaak gebruikt. Maar voor hoever ik weet, verkoopt Cherry Mugler gewoon hun producten in Azië, in China. Daar moeten producten getest zijn op dieren, volgens de wet. En dus kan ik het niet gebruiken. Och, met pijn in mijn hart. Nep tatoeages, altijd leuk. Beautifying Lip Smoother van Catrice. Ik hoef deze niet meer, maar hij is echt wel helemaal vies. Dus dit ga ik niet meer aan iemand anders geven. En heb ik hier echt nog een heleboel kleine sieraden. So cute! Deze heb ik gekregen van de familie van Mert. Alweer een hele tijd geleden toen we dit huis gingen huren. Maar toen is het in de berging beland en nu zie ik het weer. Ik denk dat dit super mooi staat op de rand van het bad. En er zitten ook allemaal spulletjes bij die we kunnen gebruiken. Dus die hou ik. Kijk nou!
vind hier gewoon een bakmix. Dit is een bakmix van Duncan Hines. Ik denk dat deze van US Foods komt. Misschien moet ik deze maar een keer maken in de video. Een hoesje voor een externe schijf. Die was ik ook kwijt. Een dieetreep van Kruidvat. Die heb ik ooit gekregen in een goodiebag. Niet welkom in dit huishouden, want dit is echt troep, jongens. Babyliss waxapparaat. Ja, heel leuk. Ik ga het denk ik nooit gebruiken. Dus gaat ook weg. Oh, kijk nou. Deze had ik op mijn kamer staan. Dit is een pennenbakje, maar ik had er een foto van Mert in gedaan. Zo cute. Ja, dit pennenbakje vind ik wel heel schattig, maar ja, een beetje kinderlijk misschien. Een fotootje van Mert hou ik natuurlijk. Ik heb hier een editie van Vogue. Volgens mij de allereerste Vogue in Nederland. Heb ik een handtekening erop van de hoofdredactrice. Die had mijn vriendinnetje Sabine toen voor me geregeld. Heel eerlijk gezegd, ik heb heel weinig met fashion tijdschriften. Maar ik vind dit wel een soort van leuk collectors item. Dus die hou ik. Oh, deze heeft ook vet lang op mijn kamer gestaan. Ik mocht toen een keer iets op canvas bestellen bij zo'n site. Ik weet niet waar van het is eigenlijk. Toen heb ik een collage gedaan van Mert en mij. Kijk hoe klein en jong we zijn. Dit is een beker die ik heb gekregen uit Turkije van Mert's familie. Heel mooi. Dit is een massagebar van Lush, maar hij is al heel oud. Ik heb deze denk ik echt al 3 of 4 jaar. Het blikje hou ik wel, maar de massagebar ga ik weggooien. Want hij is nu al zo oud. Hij voelt ook een beetje droog. Het is gewoon tijd om hem weg te gooien. Bijna klaar met deze doos. Dit is een bakje met allemaal... Oh, hier zit allemaal buitenlands geld in. Dollars, ponden. Ja, dit vind ik altijd wel leuk om te bewaren op een of andere manier. Hey, dit is leuk. Jullie kunnen al deze buttons zien op mijn jasje. Die bestel ik echt overal en nergens. Soms kom ik ze tegen in een winkel. Soms bestel ik ze via Etsy of eBay. En dit is volgens mij van de webshop Pony People. En dit zijn allemaal kattenbuttons. En daarvan heb ik er ook eentje hierop zitten. Dit is wel leuk. Misschien doe ik er nog een paar bij straks. Dit is een puntslijper. Jongens, ik heb zoveel shit besteld op eBay. Dat is echt niet normaal. Maar ik vind deze wel heel leuk. Ik heb hier zo'n waxbrandertje. Ja, dat is eigenlijk ook altijd wel welkom. Moet alleen deze oude wax er even uitzien te krijgen, want het is nog helemaal aangekoekt. Dit is een geurkaars van Ikea. Een geurkaars van Primark. Een geurkaars van Yankee Candles. En dan vind ik hier voor de rest nog wat losse pennen. En een aansteker. En een marker. Dit zijn allemaal troepjes verder, dus niet boeiend voor in de video. Oké, de volgende doos. Allereerst zie ik hier picknickboxen van de Hema. Deze heb ik volgens mij echt wel 2 jaar geleden gekocht. Want ik had toen een groot idee om een video of een blogpost te maken over picknicken. Allemaal spullen ervoor gekocht, zoals ik altijd doe. Als ik ga hardlopen, dan denk ik van eerst allemaal kleding kopen en dan ga ik een week lang hardlopen. Dan ga ik nooit meer hardlopen. Maar goed, ik had dus allemaal spulletjes gekocht waarmee we konden picknicken. Maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Dus ze zitten nog mooi in plastic. Mijn Sensationals lamp. Ja, ik ga even onderzoeken of het dierproefvrij is of niet. Volgens mij niet. Maar ik laat ze me nu eventjes in het midden. Dus ik doe het wel bij de stapel die weg moet. Maar ik weet het niet zeker. Een bongo sauna voor 2. Oh jeetje, die is natuurlijk nooit meer beschikbaar. Geldig tot 31 maart 2015. Oké. Ik vind hier nu allemaal notitieboekjes en allemaal notitieblaadjes. Dit is een boekje dat volgens mij iemand een keer zelf voor mij heeft gemaakt. Staat Tesco met UH op. Ja, dit hou ik allemaal. Dit vind ik zo leuk. Oh, kijk. Kaarten. Dat is leuk. Die kan ik versturen voor mijn hartjesserie. Lucky paper startpapiertjes. En ik vind ook echt weer een heleboel geurkaarsen en waxtarts en geurkaarsen en nog meer geurkaarsen. Ooit zal ik afscheid moeten nemen van een aantal van deze, want ik heb er echt veel te veel. Maar voor nu bewaar ik ze. Dit heb ik ooit gekocht bij New Look en dan kan je allemaal briefjes aanhangen. In theorie heel schattig en leuk. In werkelijkheid ga ik dit never nooit gebruiken. Dus ik doe deze weg. Oh, een Harry Potter hoesje. Maar hij is kapot gegaan helaas. Er is een hoekje vanaf. Dan heb ik hier het blogazine. Oh, ik denk dat ik er hier in stond. Hier onderaan sta ik erin. Dat is altijd leuk om te bewaren. Het boek Style Yourself. Dit heb ik ooit gekregen om te reviewen. Ja, kijk, eigenlijk ga ik dit natuurlijk nooit meer inkijken. Dit is echt mega leuk als je modeontwerper wil worden. Er staan bijvoorbeeld allemaal soorten vormen, rokjes in. En allemaal inspirerende foto's. Maar voor mij, weet je, ik ben wel met fashion bezig, maar niet zo heftig. Dus ik doe hem weg. Deze heb ik ooit van Sanne gekregen. Dit is Boo, voor de mensen die Boo niet kennen. En ze hebben Boo zo geschoren dat hij een beetje op een teddybeer lijkt. Dit is toch schattig, jongens. Kom op. Oh, ik vind dit echt fantastisch. Deze houd ik. En dan is ook deze doos bijna leeg. Ik heb hier nog een notitieboekje. Nog een geurkaarsje. Een 3D-bril van Pathé. En nog een paar neptatoeages. Oké, en dan zijn we aangekomen bij de laatste doos. En dit is ook weer echt compleet random. Want het eerste wat ik zie is deze beker. Vind ik erg leuk, deze koffiebeker. Hij moet wel even heel goed schoongemaakt worden. En dan het tweede wat ik zie is Disney pleisters. Nou ja, pleisters zijn altijd handig. Een aantal plaksnoeren. Zal ik dit bewaren? Ja, ik ga het bewaren. Dit is een kruik in de vorm van een pinguïn. Ik hou van dit soort gadgets. Dit hou ik.
heel erg schattig. Dit is het spel Uno en volgens mij is dit de editie waar Mert op staat. Mert heeft ooit een samenwerking gehad met Uno en hadden ze een editie dat er allemaal foto's van hem op stonden. Kijk nou. Hoe? Hey. En zo gaat het maar door en door. Oh, ik wist helemaal niet dat ik deze nog had. Oké. Nou, dit is mooi. We hebben gelijk een leuk spelletje voor in huis, voor als er mensen zijn. Compleet awkward dat Merton op al die kaarten staat. Maar wel heel grappig. Ik heb hier ook een aantal verschillende medicijnen. Dit is ooit iets heel zwaars wat ik heb gekregen tegen misselijkheid, waarvan ik later dacht van waarom hebben ze me dat ooit gegeven, want zo heftig was het helemaal niet. Ja, ibuprofen, paracetamol, dat kan ik allemaal gewoon hier bewaren. Ach, het is wel echt net kerst geweest, maar kijk dit schattige kerstkaarsje of kaarsenhoudertje. Dit is een mini kruik voor je handen. Ja, het is wel heel schattig, maar dit ga ik natuurlijk never nooit gebruiken. Die doe ik weg. Ik heb hier een aantal brillenhoesjes. Voor mij kan dat altijd wel van pas komen, dus die bewaar ik. Body Spare. Een van mijn grootste vrienden in het verleden. Als je soms last hebt van paniekgedachtes, angstige momenten, heel erg heftige zenuwen, probeer Valisper. Het is gemaakt met valeriaan, dat is een natuurlijke stof die je kalmeert. En voor mij heeft het altijd heel goed geholpen. Dit is de CD van Double G, dat is een vriend van Alwin en een rapper. En zo'n handwarmer die je dan zeg maar in de pan doet en dat die dan vloeibaar wordt en is die heel warm. Ja, in werkelijkheid, ik heb echt never nooit koude handen. Ik ga deze niet bewaren. Oké. Alle dozen zijn leeg. Ik heb hier aan mijn rechterkant een aardige stapel liggen met dingen die weg kunnen. En hier aan mijn linkerkant een hele grote stapel met dingen die ik wil houden. Dit zullen jullie elke aflevering gaan zien. Ik wil gewoon alles bewaren over het algemeen. Maar ik moet mezelf af en toe een beetje dwingen om dingen toch weg te doen. Dus ik vind het al heel goed van mezelf dat ik bijvoorbeeld zo'n heel mooi product als van Babyliss dan wel weg doe. Terwijl ik denk van, oh, maar het is zo goed en zo mooi en zo leuk. Maar dan is een andere stem die zegt van, Tesky, je gaat dit never, nooit gebruiken. Want je houdt er helemaal niet van om je benen te waksen. En dan denk ik, oh ja, we doen hem weg. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien deze eerste aflevering van What's in the Box. Laat me weten als je het leuk vond, want dan ga ik er natuurlijk nog meer maken. En hopelijk aan het einde van deze serie hebben we een hele mooie opgeruimde berging met mooie stellingkasten en boxen waar alles in kan. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Hartjes! Doei doei!